Zo, waarom wil je nooit meewerken? Zo, je moet even hallo zeggen in de video. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag maakt weer een nieuw iemand zijn debuut hier op mijn kanaal. En dat is mijn kat, Susu. Yeah! Susu is mijn kat die ik al 5 jaar heb. Ik heb hem al vanaf een paar weken, gewoon vanaf dat hij weg mag gaan bij zijn moeder. Dus ik heb hem al circa 5 jaar en hij is ook nu 5 jaar. Als je mij volgt op Snapchat, dan heb je hem zeker al heel vaak gezien. Want hij is echt hilarisch en ik moet echt elk moment snappen. Echt laatst nog in de sneeuw. Hij is bang voor de sneeuw en hij was er allemaal zo omheen aan het lopen. Echt mensen, hilarisch. Susu is echt mijn kat, hij is echt mijn kindje. En ik zag op YouTube een aantal video's rondgaan waarin de kat de make-up uitkiest. En ik dacht, dit moet ik ook echt doen met Susu. Nou, hoe heb ik dit gedaan? Ik heb gewoon per make-up categorie 4 opties op de grond gelegd. Bij elke optie een snoepje. En hem gewoon neergezet. En gewoon gekeken welk snoepje hij opeet. En dan dat product moet ik gaan gebruiken. En wat ik echt zo leuk vind. En vooral op die andere video's. Is dat elke kat echt zijn eigen persoonlijkheidje heeft. En dat is echt heel grappig om te zien. Ik zag in sommige video's dat de kat gewoon heel makkelijk meewerkte. In sommige video's liep hij gewoon weg. Mijn kat is echt... Hij is best makkelijk. Want hij is echt een hongernek. Echt, je hoeft maar een stap in de keuken te zetten en hij staat al daar bij jou klaar om iets te krijgen, want in zijn hoofd draait onze dag helemaal om hem. En als wij in de keuken staan, betekent dat dat hij iets krijgt. Wat absoluut niet zo is. Maar whatever. Hij doet echt altijd alsof we hem niet voeren. Hij is echt een grote hongernek. En hij eet alles. Dus ik wist dat als ik daar snoepjes zet, hij sowieso ze gaat opeten. Dus ik had niet echt moeite verwacht. En dat was het ook niet. Het ging op zich best wel makkelijk. Nou, ben je benieuwd wat hij heeft gekozen voor mij? En hoe de make-up look wordt? Blijf dan gewoon vooral nog eventjes kijken. En vergeet niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel verder. Oké, categorie 1 is primers. Gezicht primers. En waar die uit kon kiezen was de W7 Princess Potion. De Miki, dit is het make-up merk die te koop is bij de Action Hydrating Primer. Benefit Professional en de By Kelsha Serum. Kies er eentje, Susu. Niet allemaal, eentje. Kies er eentje. Ah! Hij heeft die van de Action gekozen. Hij heeft dus gekozen voor de W7 Princess Potion Primer. Op zich ben ik daar best wel happy mee. Ik was niet blij geweest als hij voor die van Benefit had gekozen. Want die is echt way te droog voor mijn huid. Dus gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Ik heb ook echt expres ook gewoon af en toe dingetjes neergezet die ik niet fijn vind. Want zo houden we de video toch wel een beetje een uitdaging. Categorie 2 was foundation. De opties waren de Fenty Foundation, Maybelline Fit Me Matte, Benefit Hello Happy Foundation en de Milani 2-in-1 Foundation. Zijn keuze is dus gevallen op de Maybelline Fit Me Foundation. Ik ben in de kleur 128. Ik breng het aan met mijn Queen Tarsi spons. En deze foundation vind ik persoonlijk heel erg fijn. Ondanks dat hij mat is, droogt hij niet te veel uit. Dus ik vind hem echt toppie. En ik ben heel blij met deze keuze. De kleur 128 is ook echt een hele goede match voor mijn huidskleur. Nou, na foundation komt concealer. En ook weer hier had hij 4 opties. Ik heb de Urban Decay All Nighter Concealer. Ik heb de Catrice Liquid Camouflage Concealer. De Nabla Close-Up Concealer. En de Makeup Revolution Conceal en de Fine Concealer. En ook weer hier was ik super blij met zijn keuze. Hij heeft gekozen voor de Nabla Close-Up Concealer. Ik heb hem in de kleur Ivory. Is in principe een te lichte kleur voor mij. Maar I like it. Dus ik ga deze aanbrengen. Deze heeft een matte volledige dekking. Ik heb hem nog niet zo lang. Maar hij hoort echt nu al gewoon tot mijn favoriete concealers. Want ik vind hem echt toppie. Dus ik ben heel blij dat hij deze heeft gekozen voor mij. En deze ga ik ook weer inblenden met mijn
Quintasi-spons. Ik breng hem ook aan gelijk zo op mijn ooglid, zodat die al is gepruimd. Want ik ben te lui om hem straks opnieuw te gaan pruimen. Nou, mijn gezicht lijkt nou echt super wit door die concealer, maar straks lossen we dat op. No worries. Dan gaan we baken. De opties waren de Nabla Close-Up Loose Powder, W7 Banana Poeder, de NYX Can't Stop Won't Stop Losse Poeder. En eentje die ik nog niet heb getest is de Huda Beauty Baking Poeder. En ik vond het wel leuk om die erbij te doen omdat ik hem nog nooit had getest. En misschien zou hij heel graag willen dat ik hem vandaag zou proberen. Hey, wat is dat? Nee, wat is dat? Nee, maar... Nou, het is niet de Huda geworden. Hij heeft gekozen voor W7 Banana Dreams. Vind ik ook echt een toppoeder. Dat weten heel veel mensen ook al van mij. Ik hoopte stiekem dat hij voor die van Huda zou kiezen. Omdat ik die nog nooit had geprobeerd. En het wel leuk had gevonden om dat nu te doen. Maar ja, hij gaat toch meer voor betaalbaar. Net als zijn moeder. Ook een beetje op mijn ogen om daar ook de concealer te zetten. En ik haal de beek er altijd weer zo gelijk vanaf. Ik druk niet te hard, want anders ga je gewoon echt letterlijk alles eraf halen. En dat wil je niet. Tijd om te gaan contouren. De opties waren weer de Ethos Contour Poeder, de Revolution in samenwerking met Imogen Contour Palette, de NYX Highlight en Contour Palette en dan de poederversie. En van Technique, als ik het goed uitspreek, de Highlight en Contour Palette. En deze is een cream. Ik vond het wel leuk om er een cream bij te doen. Want ja, misschien wil Susu dat ik cream contour. Het lijkt zo de goede van jou. Deze gepakt. Susu heeft gekozen voor het Revolution in samenwerking met Imogen Contour Paletje. Ik heb deze echt al een tijdje en ik vind hem echt toppie. Dit contourpaletje is echt top. Je kunt ook hier echt zien dat ik hem vaak heb gebruikt. In principe gebruikte ik alleen de contourkleuren, de rest niet echt. Ik heb hem al een tijdje niet meer gebruikt, dus het is wel weer leuk om hem te gebruiken. En ik pak deze middelste kleur, die heet Warrior. Dan ga ik eerst even mijn gezicht contouren, hier zo bij mijn jukbeenderen, om die meer snatch te maken. En met die kleur ga ik ook mijn neus contouren. En dan met een iets grotere kwast doe ik de contour uitblenden. Dit is de Morphe M0 kwast. Deze vind ik altijd heel fijn om mijn neuscontour uit te blenden. En dan met de spons waar nog een beetje poeder op zit, ga ik over de contour om het een beetje, ja, beter in te blenden met mijn neus. Dat heeft altijd wel nut. Oké, we stoppen even met het gezicht en we gaan beginnen aan de ogen. Ik vond het ook leuk omdat ik toch per categorie 4 make-upjes had neergezet. Om ook rekening te houden met dure make-up en betaalbare make-up. Dus qua oogschaduwen heb ik 2 dure gedaan en 2 betaalbare. Ik heb hier het Revolution in samenwerking met Sove paletje. Ik heb hier de Juvia's Place de Nubian 2 paletje. Dit paletje heb ik nog nooit geprobeerd, dus die heb ik ook gewoon erbij gedaan. Ik heb van I Heart Makeup de Chocolate Rose Gold paletje. En ik heb van Beauty Bay de Identity palet. Dus dit waren zijn 4 opties. Laten we gaan kijken wat hij heeft gekozen. Ik wist wat je dat deed. Hij heeft gekozen voor dit mega paletje van Beauty Bay de Identity palet. Kijk dit paletje. Deze heeft echt mega veel kleuren. Aan de ene kant ben ik blij met zijn keuze. Omdat ik hier echt like elke look ever mee kan maken. Maar aan de andere kant hoopte ik dat hij het paletje van Juvia's Place zou kiezen. Want die was nieuw en ik vond het wel leuk om die uit te proberen. Maar ook weer hier koos hij voor iets wat ik al heb gebruikt. Om het nog extra spannend te maken vond ik het ook leuk om een soort van bonusronde te doen. Ik heb 4 producten gepakt voor mijn ogen die een beetje raar zijn.
En waarbij ik dan ook gedwongen ben om een van die producten te gebruiken. Wat dus ja, de look wat moeilijker gaat maken voor mij. Nou, de vier producten voor de bonusronde zijn. Ik heb hier van die kleine diamantjes, van die zilveren. Ik heb hier een beetje rosé, rood-oranje. Nee, het is meer rood-oranje losse glitters van Essence. Ik heb hier van de Ethos groene losse glitters. En van Festival Face heb ik deze gold flakes. En ja, die zijn ook wel heel apart. Kies gewoon eentje om uit te nemen. En hij heeft letterlijk gekozen voor de ene die ik niet wou. En dat zijn deze Festival Face Gold Flakes. Echt, wat moet ik hiermee doen? Ik heb die ooit gekocht omdat ik die wilde gaan gebruiken voor mijn meer Halloween festivalachtige looks. Maar ja, heeft hij echt letterlijk de enige gekozen die ik niet wou? Nou, dit maakt mijn look zeker een stuk moeilijker. Maar ik ga even een look bedenken die ik hiermee kan maken. Ik moet dus dit paletje van Beauty Bay gebruiken en deze flakes. Nou, ik ga eerst deze kleur mixen met deze kleur eronder. En met de Fluffy Quast ga ik die twee kleuren in mijn arcadeboog doen. Ik heb, by the way, een YouTube video gemaakt over dit paletje. Dus mocht je die willen zien, klik dan eventjes hierboven. Dan pak ik de kleur onder die twee kleuren. Deze is iets meer oranje-rood. En deze ga ik ook hier in mijn arcadeboog doen. Ik gebruik nog steeds dezelfde kwast. En ik ga het nou allemaal ietsje meer warm maken. Dan pak ik deze hele donkere, beetje burgundy paarse kleur. En deze ga ik in de buitenste ooghoeken aanbrengen om het wat donkerder te maken. Dan pak ik de donkerste kleur in het paletje. Dat is deze hele donkere, bruine, koele kleur. En met een hele kleine fluffy kwast ga ik deze zo hier in mijn buitenste ooghoek doen. Om het gewoon iets donkerder te maken. Ik maak een soort van C hier in mijn buitenste ooghoek. En ik blend het niet te veel naar andere plekken. Het is echt gewoon heel minimaal om het gewoon iets donkerder te maken. Nou, dan ga ik met de concealer die ik net ook heb gebruikt een cut crease maken. Een halve cut crease, dus niet een hele. Dan pak ik deze gele, beetje mosterdgele kleur. Die is gewoon mat en die doe ik op mijn hele ooglid. Normaal doe ik echt een glanzende kleur op mijn ooglid. Maar omdat we ook nog eens die gold flakes moeten gebruiken, wil ik mijn basis een beetje matte houden. Zodat hopelijk de flakes iets meer kunnen poppen of zo. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, maar dat moet ik nog even bedenken. Dan pak ik weer die donkerste bruine kleur. En met die kleine fluffy kwast ga ik die hier inblenden met deze mosterdgele kleur. Oké, dan ga ik nou de gold flakes aanbrengen. Kijk, zo zien de gold flakes eruit. Het zijn gewoon van die gouden papiertjes of zo. Wat ga ik ermee doen? Hier bij de overgang van die gele en bruine kleur wil ik er gewoon een paar aanbrengen of zo. Dus ik ga ze in hele kleine stukjes scheuren en dan kan ik ze daar aanbrengen. Ik gebruik mijn H&M glitterlijm om ze aan te brengen en een heel klein penseeltje van W7. Dan breng ik eerst de lijm aan op de plek waar ik de flakes wil hebben. En dan pak ik er gewoon een paar en dan leg ik ze neer. Dit is zo raar. Ik kan ze alleen niet te hoog brengen, want als ik zo naar voren kijk en ze zeg maar zo in die huidflap gaan, dan vallen ze eraf. Dus ik moet het een beetje laag houden. Nou mensen, dit is het dan. Iets beters kan ik er niet van maken, omdat ik het nog enigszins normaal wil houden. Dan pak ik die twee donkere kleuren die ik hier in mijn buitenste ooghoek heb gedaan. En die ga ik ook aanbrengen op mijn gehele onderste wimperrand. Oké, Susu heeft ook een eyeliner gekozen. De opties waren de Essence Cushion Eyeliner. Ik had ook de Catrice Liquid Eyeliner. De NYX Liquid Eyeliner. En de LA Splash Eyeliner Pen. Ah, hij heeft voor Essence gekozen. Susu houdt ook lekker van betaalbaar en hij heeft gekozen voor de Essence Cushion Eyeliner. Die ga ik aanbrengen met deze kwast. Dit is de Sigma 106 Eyeliner kwast en dit is echt de beste eyeliner kwast ever. Ik ga geen hele wing maken of heel heftig, want ik heb al die flakes hier zitten en ik wil er wel een beetje een soort van onder blijven ofzo. Dus ik maak gewoon één
dunne lijn over mijn hele wimperrand. Ik vind deze eyeliner in principe gewoon fijn, maar hij droogt wel echt heel snel. Dus je moet echt heel snel werken. Dan mascara. Voor mascara had hij maar 3 opties, omdat ik maar letterlijk 3 verschillende mascara's heb. Ik koop eigenlijk bijna nooit mascara's en ze zijn na 3 maanden al niet meer goed. Dus ik ga best wel snel door mascara's heen. En omdat ik altijd nep wimpers opdoe, I don't really care about mascara. Dus vandaar dat ik er maar 3 heb. De 3 opties waren de Essence Lash Princess Mascara, de Essence False Lashes Mascara en de Maybelline Great Lash Mascara. Laten we gaan kijken wat hij heeft gekozen. Welke wil Susu? Essence. Goeie keuze, Susu. Hij heeft gekozen voor de Essence Lash Princess Mascara. Ja, mij maakt het niet echt uit. Ik had niet echt per se een voorkeur. Ik vind ze alle 3 wel fijn. Dus ik ben hier gewoon blij mee. Hij heeft natuurlijk ook mijn nep wimpers gekozen. De opties waren Velvet Lashes Sheba. Ik heb hier de Queen Tarsi Wimpers Jasmine. Lily Lashes Miami. En deze AliExpress 3D Mink Wimpers. Oh, goed zo. Oh, wacht. Ja, hij heeft hem op. Susu houdt ook van extreem, dus hij heeft gekozen voor de meest extreme van de 4. Queen Tarsi Jasmine. Dus ik ga die eventjes opdoen. Kom ik zo bij die terug. Nou, mijn mega wimpers zitten erop. Persoonlijk zou ik voor deze look deze wimpers niet hebben gekozen, omdat ze gewoon te extreem en te lang zijn. Ik zou zijn gegaan voor de AliExpress wimpers. Maar ja, Susu wilde dit, dus dan krijgt hij dit. Om te bronzen zat natuurlijk mijn MAC Give Me Sun erbij. Mijn favoriete bronzer. Ik had ook de Essence Matte Bronzer. De LOV Love Sun Bronzer en de BH Cosmetics Pro Matte Poeder. En die gebruik ik als bronzer. Wat heeft hij gekozen vandaag? Nu weg. Hij heeft gekozen voor de BH Cosmetics Studio Pro Matte Poeder. Ik heb hem in de kleur 250. Dit is dus een wat donkerdere kleur en dan kan ik hem mee bronzen. Ik ben op zich wel blij met deze keuze, want zoals ik net ook al zei, is mijn favoriete bronzer de MAC Give Me Sun. En deze is echt een totale dupe voor die. Deze is een stuk goedkoper. Dus ik ben hier ook blij mee. Ik heb hier een rare streep of zo. Ik weet niet hoe dat komt. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Maar er zit een streep. Dan blush. Ook weer hier 4 opties. Ik heb hier de MAC in samenwerking met Patrick Star blush. Ik heb de Milani Baked Blush Luminoso. Ik heb de BH Cosmetics Floral Blush. En ik heb de Colourpop kleur Between the Sheets. Nou, hij heeft letterlijk de enige blush gepakt die ik niet echt wilde gebruiken. Ik vind hem niet per se slecht, maar hij is gewoon het moeilijkste om te gebruiken. En dat is deze van Colourpop. Dit is de Super Shock Cheek Matte Blush in de kleur Between the Sheets. Het is een beetje een rare cream poeder blush. Ik had hem ook laten zien in de video waarin ik allemaal Colourpop make-up had getest. Het is een hele aparte formule, maar ik vind de kleur wel mooi. Ik breng hem wel gewoon aan met een kwast. Ondanks dat ik het toen in die video had gedaan met mijn spons. Maar ik denk dat blush toch iets beter is. Want ik vond hem met de spons niet zo mooi. Ja, met een blush kwast aangebracht vind ik hem echt een stuk beter. Nou vind ik hem gewoon wel oprecht mooi. Nou, qua highlighter heb ik hem ook echt hele verschillende opties gegeven. De dure optie was de Anastasia Beverly Hills Glow Kit. De betaalbare optie qua highlighter palet was de Revolution palet. Ik had ook een normale highlighter en dat was de Maybelline Master Crow. En ik had ook een beetje een aparte highlighter en dat is de Revolution Jelly Highlighter. Zo gaat dan. Susu is voor de dure high-end optie gegaan, de Anastasia Glow Kit. En ik gebruik de kleur Summer. Dit paletje is echt geweldig. Ik ben zo blij dat hij niet die van Maybelline had gekozen, want ik vind die
echt niet mooi. Die is echt veel te goud en helemaal zo ugly op mijn gezicht. Dus ik ben echt heel blij met deze optie. Deze zou ik waarschijnlijk zelf ook hebben gekozen. En dan met een klein kwastje breng ik het ook aan op mijn neus. En dan ook een streep zo op mijn neus. Wat ik ook ga doen is het aanbrengen in mijn binnenste ooghoeken. En dan blijft alleen nog lipstick over. Ook weer 4 opties. Ik heb 2 normale lipsticks gedaan en 2 liquid matte lipsticks. De normale lipsticks zijn de Clinique Pop lipstick. En de MAC lipstick in het Velvet Teddy. Voor de liquid mattes heb ik de Maybelline Super Stay Matte Ink Lipstick en de Ofra Liquid Lipstick. Deze is rood, bruin, roze en nude. Dus heel veel opties qua kleuren. Nee! Hij vlucht steeds. Yeah. Hij heeft gekozen voor de Clinique Pop Lipstick. Ik heb hem in de kleur 01 Nude Pop. Dit is een roze nude kleur. Persoonlijk voor deze ooglook was het niet mijn voorkeur geweest. Ik zou zijn gegaan voor die van MAC, want die is iets meer bruinig. Maar goed, ik ga gewoon deze al doen. Nou mensen, deze video was me toch een karwei. Echt met een kat proberen te werken is echt een gedoe. Het meisje die mij aan het helpen was, was Siha, mijn pleegzusje. Zonder haar was het mij echt niet gelukt. Maar uiteindelijk ja, hebben we het toch voor elkaar gekregen. Ik vind de look die hij heeft uitgekozen voor mij best wel mooi. Het enige wat ik anders zou hebben gedaan zou zijn de lipkleur. Ik zou zijn gegaan voor een meer bruine nude kleur. De wimpers, ik zou zijn gegaan voor die van de Ali, want die zijn iets minder lang en iets meer dik. En ja, die flake zou ik ook niet per se hebben opgedaan. Dit soort video's zijn altijd heel leuk om te maken, omdat je toch een beetje uit je hokje wordt geduwd. Je moet toch bepaalde dingen gaan doen die je misschien normaal niet zou hebben gedaan. Dus dat vind ik wel leuk. Ik hoop ook dat jullie hebben genoten van de video. Laat me ook vooral weten of jullie ook een huisdier hebben. Ik ben daar best wel benieuwd naar. Een kat, een hond, een schildpad. Wat je ook hebt, let me know in de reacties onder de video. Ik heb alleen maar 1 kat, Susu. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te abonneren. Dat kan door hier op mijn gezicht te klikken. En ik plaats ook hier 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En vergeet me vooral niet een like te geven. Dat is super makkelijk. Het is gewoon 1 klik en je hebt het al gedaan. Nou, dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!